In Camping Poont neem ik 6 gezinnen mee op vakantie. Slachtoffers van de crisis, werklozen met schulden, mensen met een gat in hun hand. Ik hou ze een spiegel voor en wijs ze op hun eigen verantwoordelijkheid en trots. En daar hoort klagen en je hand ophouden vanaf nu niet meer bij. Dus, aan het werk. Ik ga het eerste gezin ophalen. In Hoofddorp wonen Roy en Aline met 3 kinderen en de 4e is op komst. Zijn de kids op vakantie wel eens geweest eigenlijk? Nee? Het is de eerste keer. Dat is leuk, hè? Roy was vroeger bepaald geen lievertje. Zijn losbandige levensstijl financierde hij door te frauderen met pinpassen, diefstal en drugsmokkel. 1 keer 10.000 euro in je zak en dat is verslavend. Zijn criminele leven zei Roy 2,5 jaar geleden resoluut vaarwel, nadat hij 3 maanden had vastgezeten. Als je dan je kinderen elke dag moet bellen en dan je krijgt te horen van papa, wanneer kom je weer thuis? Papa, wanneer zien we je weer? Dat wil ik gewoon niet meer. Dan moet jij even zeggen, ik vind het zo leuk dat we met Omroep Poont op vakantie mee hebben. Ik vind het zo... Doe maar. Ja, zeg maar. Ja? Ik vind het wel leuk dat we via Omroep Poont op vakantie kunnen. Even kijken, er zijn nog meer spullen. Even wachten, we gaan verhuizen. Zo, bijna compleet. Maar voordat we echt kunnen vertrekken, moeten we nog even langs een kast van een huis in Almere om Martijn en Rasha op te halen. Ja, dat is een mooi voorbeeld van schijnbedriegt. Ja, is het schijnbedriegt? Want het is... Het is de buitenkant alleen. Martijn en Rasha waren eens succesvolle ondernemers die met hun 3 bedrijven goed waren voor een omzet van 1 miljoen euro per jaar. Door alle omstandigheden zijn we uiteindelijk geëindigd in het feit dat alle 3 de bedrijven failliet zijn en ook persoonlijk zijn we failliet. Als mijn vrouw niet de politie had gebeld en om alle treinen in Almere stil te zetten, dan had ik 4 januari, jongsleden, niet meer geweest. Eerst maar eens 11 uur in de bus naar Frankrijk. De sfeer zit er al snel goed in. Jongens, allemaal op een hele fijne vakantie. Hè? Proost! Maar een feestje is natuurlijk niet compleet zonder... Dries Roelvink! Hey! Want we gaan nu op vakantie van het geld van Omroep Poont. Camping Poont, here we go! We gaan naar hartje Frankrijk, naar de Auvergne. Allez, bienvenue à Camping Poont. Bienvenue à la Croisée. Bienvenue chez Trouvé. Na een uitputtende busreis arriveren we dan eindelijk op de camping. Ja, we zijn er eindelijk. Mooi, hé, zit hier. Nou, alsjeblieft. Wat is dit? Kontzakje. Mooi, hè? Is dit hier? Mooi, hè? Zit hier, hè? Mooi, hè? Lekker. Ja. Dit is de eerste keer voor mij in de kit. Ja. Ja, echt spannend. Mooi toch, jongens? Ja, hartstikke leuk. Wij hebben vakantie, wij hebben vakantie. Waar staat het bier? Ja, het is toch heerlijk hier zo. We komen hier niks tekort, toch? We laten daar heel veel achter. En we zijn hier nu even vrij. Ah. Ah. Geweldig dat de kinderen zo blij zijn. Ja? Ja. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Quand la voiture refuse de démarrer, quand la queue est trop longue au supermarché, plus rien n'est drôle, que rien ne tourne rond. Koud. Ik heb echt liggen bevriezen vannacht. Ik ben veel te groot, veel te zwaar voor de matras en zo. Dat is keihard, joh. Doe ze. Het wordt nou tijd. Ik ben er vanaf 6:30 daar. Sta ik aan buiten en genieten van het heerlijke uitzicht hier. Het is nog helemaal een droom. Echt waar. Ik heb vanmorgen echt mijn tranen laten lopen van... Dus dit mooi. Even lekker zorgeloos in Frankrijk. Maar laten we de problemen ook niet helemaal vergeten. De situatie waar jullie nu in verzeild zijn geraakt, hoe proberen jullie daar weer uit te komen? Ja, dat is een hele goede vraag. We krijgen een weekgeld van 65 euro per maand in de week en daar moeten we het van doen. Ik zou dan zoiets in mijzelf hebben van, dan ga ik mezelf er ook weer uit trekken. Ja, als je de financiële middelen voor hebt, dan kan je dat gerust doen. Maar je kunt ook zorgen dat je die financiële middelen krijgt. Werken? Ja, nou, als jij een baan voor me hebt, ga ik werken, hoor. Maar dit is ook wel makkelijk, hè? Wat? Er zijn toch banen? Waar je kunt toch,
maar je kunt toch doen, als jij nu de plantsoenendienst in wil, dan kun jij de plantsoenendienst in. Ja, onder behoud van je uitkering, dan kan je nog zien wat een ander verdient ook onder je rug. Nee, bekijk het even, dat doe ik niet. Jongens, we eten koude bonen uit blik, anders is de overgang voor jullie ook wel erg groot. En wat drinken we erbij? De enige die hier niet zonder werk zit, is de au pair van Martijn en Rasja. En dan vraag je af hoe die betaald wordt, of niet? Kijk, wij als ondernemer, die weten heel goed hoe we ons geld moeten uitgeven. Ook al hebben we het niet eens. Ja? Maar wij hebben ervoor gekozen om niet te roken. Ja? Ja. En dat scheelt gewoon 6 euro per dag per persoon. Ja. Dat is 12 euro per dag. Doe dat keer 30. En dan ben je aan roken per maand meer kwijt dan aan die au pair. Dus die au pair kost zo'n 400 euro per maand? 300 euro, max. 300 euro. Ja. Dus je kunt die 300 euro kun je voor iets anders gebruiken. Je, oh, kunt, voor je kunt toch voor je eigen kinderen zorgen? Als ik een oppas nodig heb, hè? Vertel eens, joh. Nou, je hebt toch schulden? Schulden afbetalen met die 300 euro. Alles is toch meegenomen? Op het moment dat wij stressmomenten hebben, kunnen wij even weglopen zonder dat we hoeven na te denken wie past er op de kinderen of... Ja. Snap je? Nee, ik snap het wel, maar je bent het met me eens dat naar de voedselbank gaan en vervolgens thuis een au pair, dat niet echt lekker met elkaar strookt. Maar diezelfde mensen die naar de voedselbank gaan, die roken zich wel de helemaal de barsten. Ja, ik vind en die dat geven toch zelf. Nou, leg me dat eens uit dan. Waarom doet niemand moeilijk over het feit dat de mensen die bij de voedselbank lopen meer dan 300 euro uitgeven? Maar je hebt het steeds over anderen. Ja, en ik zeg, ik geef je een antwoord op hoe wij leven. Ja. Ja, en dan kan jij zeggen, je blijft in jouw leventje, kerel, als jij er zo over denkt. Ik vind het helemaal prima, jongen. Leven als een god in Frankrijk. Onze gasten lijken ervoor in de wieg te zijn gelegd. Maar ach, het is tenslotte vakantie. Cerveza. Bier. Fruit rouge? Wat? Ou ordinaire. Fruit rouge ou ordinaire? Wat dan? Ze worden nog zagrijnig als je geen Frans spreekt ook. Dus ik kan er niks doen. Normaal mensen krijgen gewoon Engels op school, hè? Het was een warme dag. Wat is hier gebeurd? Dat vertel ik niet. Wat is hier gebeurd? Dirk, wat is hier gebeurd? Ja, lucht het op, Margreet. Ben je even ontspannen? Ja? Margreet, Dirk en hun zoon Damien komen uit Hogeveen. Dirk werd 6 jaar geleden werkloos en was gedwongen zijn huis met verlies te verkopen. En toen ben ik een wietkwekerij begonnen. De wietplantage werd opgerold en Dirk raakte in grote financiële problemen. Hoeveel schuld heb je nu nog? 180.000 euro. 180.000 euro? Ja. Of een jaar salarisje. Ja. Voor jou, bij het publiek om. Ja, precies. Dus. Maar 180.000 is echt een hoop geld. Ja. Ja. Maar hoe raak je dat kwijt? Ik heb dus gelukkig een baan. Maar wat doe je? Ik zit in de thuiszorg. Ja? Hij wil graag werken. Maar hij komt niet aan de bak. Ondanks onze all-inclusive formule beginnen de gasten toch langzaam te morren over het eten. Bier is op. Ze hebben ze niet aangevuld. Ze zouden aangevuld worden. Ik moet godverdomme bedelen om een biertje. Ik heb zelf gewoon geld in mijn zak. Ik haal het lekker zelf wel. Ja, ik mis mijn stukje vlees. Even naar Lidl, even checken halen voor iedereen. Of een sigaretten, want ik denk niet dat ik het red. We mogen wel bij de voedselbank lopen, maar ik ben geen zwerver of zo, hè? Ja, ik vind een hamburger niet een normaal stukje vlees, sorry. We hebben een heel lijstje gemaakt van... De ranja, dus hier de vruchtencocktail, ijsjes, fruit. Nou krijg ik het gevoel, fruit, dat wij constant op je neus zijn nu. En daar pas ik voor. Jawel, daar pas ik voor, doe ik niet. Nou, zij voelt gewoon van dat ze nou overal de schuld van krijgt. Waarvan? Nou, er zijn dus wat klachten, zeg maar, onderling, zeg maar. En dan heb ik het idee en het gevoel dat ik de eikels voor een ander uit vuur moet halen. En dat wil ik niet, echt niet. Ik wil hier genieten van de vakantie die ik aangeboden krijg. En ik knok alleen nog maar voor mijn gezin, dat mag je best weten. Daar ga ik nu voor. En wat een ander nu gaat doen, moeten ze zelf weten. Maar ik wil dit niet. Ik ga niet de eikels van alles uit vuur pissen. Doe ik niet. Dat meen ik serieus. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik knok nu voor Dirk en voor Damien, echt waar.